Het vakgebied logopedie heeft de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen in de samenleving. Tijdens een logopedie symposium, logopedie is key, in het IGSR-gebouw zijn de ontwikkelingen van het twinning project positionering logopedie in Suriname gepresenteerd. Dit project wordt sinds 2019 uitgevoerd door de Vereniging van Logopedisten in Suriname. En dat is LogoSU en de Hogeschool Rotterdam. De activiteiten die logopedisten in deze periode hebben verricht, hebben zich als een olievlek verspreid. Experts uit Nederland hebben kennis overgedragen aan logopedisten in Suriname. Niet alleen logopedisten, maar ook andere professionals zoals leerkrachten, verpleegkundigen en artsen hebben deze kennis mogen opdoen. De bedoeling was om mensen die communicatief kwetsbaar zijn en slikproblemen hebben te helpen. Karin Nijenhuis, projectleider onderzoek, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat logopedisten in deze periode veel kennis en vaardigheden zijn bijgebracht. En dat hebben zij ook goed kunnen overbrengen aan anderen. Blijkt uit een onderzoek dat deel is van het twinningproject. En we zien dat dat er steeds verder gaat. Want een enkele keer ging het ook al over ouders die zeiden, wij willen eigenlijk ook wel zo'n training of zo'n coaching krijgen. Dat merkte de logopedisten zelf, dat dat steeds verder gaat. En dat ze ook steeds meer erkend werden in het beroep en dat mensen ook zeiden van, oh, ik wist niet dat logopedisten dat ook konden. Hè? Dus dat het beeld van de logopedie verbreed werd. Ze werden eigenlijk ook ondernemers, want ze moesten heel strategisch zijn, want als je in een bepaalde organisatie een training wil geven, dan moet je ook de mensen goed kennen en weten wie je moet hebben, dan moet je die sleutelpersonen moet je zien te vinden. En er werden allerlei trucjes met elkaar uitgewisseld, van hoe pak je dat nou aan en hoe bereik je dan de pers, hoe kom je op tv. Dus dat ondernemerschap is tijdens het project heel erg ontwikkeld. Gracia Nelson, projectleider Suriname, zegt dat er sinds 2019 geen logopedistenopleiding meer is geweest in Suriname. Dat betekende echter niet het einde van logopedie, omdat er meer dan 60 afgestudeerde logopedisten zijn. Vanuit deze groep is het initiatief genomen om te starten met het twinningproject. Daarvan is ongeveer de helft werkzaam als logopedist, een deel part-time en een deel full-time. En samen, gezamenlijk, zijn we dus begonnen met het twinningproject. En na 2,5 jaar kunnen we zeggen dat we het twinningproject kunnen afronden met alle ups en downs natuurlijk van de afgelopen jaren met de COVID-situatie. Met dit eindsymposium is het twinningproject Positionering Logopedie in Suriname afgesloten. Bij deze afsluiting zijn er diverse workshops gehouden om het belang van het werk van logopedisten te benadrukken en om aan te tonen hoe logopedie als hulp kan dienen voor mensen met spraak- en slikproblemen. Dat was dus een bijdrage van Richelle Macnak.